Het is januari, het nieuwe jaar is begonnen en dus zijn ook de knock-out fases van de Proxys Cup begonnen. Vanavond eerst de halve finales van de dames met later Sleeuwijk tegen Asperen, maar eerst de dames van GES in actie tegen VVAC uit Otterland. En dat wordt een behoorlijk pittige klus, want VVAC krijgt tot nu toe in de poolfase maar één goal tegen. Eens kijken of GES daar verandering in kan brengen. Danielle, jullie dachten ze kregen tot nu toe nog maar één goal tegen. Daar gaan wij eens even wat aan veranderen. Ja, nou, mocht ook wel toch? Vrede over de wedstrijd? Had beter kunnen beginnen, maar op zich, we hebben het goed hersteld. Wat hadden jullie bij voorbaat verwacht van deze wedstrijd? Hadden jullie verwacht dat het heel moeilijk zou zijn om goals te maken? Ja, lastig te zeggen. Je weet niet hoe ze gaan spelen. We hebben op het veld van ze verloren, dus het was nog niet, we konden niet van tevoren zeggen, nou, we gaan dik winnen. Maar we hadden wel verwacht dat we zouden winnen. Al met al tevreden over je eigen spel ook? Jawel, ja. Aardig. Het was altijd beter, maar... Die aardige bal zat er aardig in. Ja, hè? Asperen of Sleeuwijk, één van de twee wordt het zaterdag. Heb jij nog voorkeur? Ja, wordt Sleeuwijk. Vind het ook wel leuk om tegen te spelen. Ja, in ieder geval dus een Gorinchemse ploeg zaterdagavond hier in een finale op de Proxys Cup. Want de dames van GES wonnen met maar liefst 6-2 van VVAC. We gaan nu kijken wie de tegenstander wordt van GES aankomende zaterdag. Sleeuwijk of Asperen? Jennifer, Danielle, kort leven van GES-dames, die zei toen ik vroeg van wie wordt de tegenstander zaterdag, zei ze van nou ja, dat wordt gewoon Sleeuwijk. Was het ook echt zo makkie? Nou goed, je moet hem altijd winnen, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Ja, op papier zouden we het gewonnen moeten hebben en dat hebben we ook gedaan, dus super natuurlijk. Nou, ik heb wel gezegd tegen die meiden, kom, we moeten het gewoon winnen, we staan nog niet in die finale, dus... Kijk, onderschatten moet je het nooit, nee. Maar wat kan er beter ten opzichte van de rest dan vandaag? Ik denk dat de spanning wel wat minder mag bij een aantal meiden. ja. Kijk, we hebben natuurlijk hartstikke goed gevoetbald, maar ik denk dat de spanning blijft altijd in zo'n grote zaal. Is altijd gewoon spannend, het opkomen en alles. Dus ik hoop dat we de spanning wat minder kunnen maken volgende week in de finale. Wat verwacht jij zelf van de wedstrijd zaterdag? Ik hoop dat we heel leuk voetbal hier neer kunnen leggen. Dat lijkt me het allerbelangrijkste, denk ik. En ja, ik hoop toch een keer die beker mee te nemen. Ja, absoluut. Ja, tot zover de twee halve finales bij de dames. Met zaterdag dus de eindstrijd tussen GES uit Gorinchem en VV Sleeuwijk. Wij gaan nu verder met de mannen in de knock-out fase van de Proxys Cup. En daarover morgen meer in een reportage bij Gorinchem TV.